Goedemiddag allemaal en welkom bij deze 8 jaar op YouTube update video. 8 jaar is een lange tijd en ik ga dit ook niet editen ofzo. Ik zit hier gewoon voor mijn camera tegen jullie te praten. Want er komen dus zeg maar een heleboel updates. En in die 8 jaar, ik wil eerst even over 8 jaar. Ik wil jullie sowieso bedanken voor de enorme support die jullie mij weer een jaar lang hebben gegeven. Een jaar geleden toen heb ik het interview van Paul van Gorinchem gehad. Ik heb dit jaar helaas niet echt een special waarvan dat je zit te denken van oh, wat leuk, ik was achter zoveel jaar op YouTube, dus ik heb wel special. Dus wil ik eigenlijk wel iets speciaals doen. Maar omdat vandaag de dag is dat ik 8 jaar op YouTube zit, heb ik dus zeg maar het probleem dat hij dus niet vandaag geüpload kan worden. Ik wil namelijk jullie video maken. En met jullie video maken bedoel ik, ik heb heel vaak requests gekregen of ik een funny moment video van de Modded Survival weer zou willen maken. Een deel 2, aangezien dat alweer bijna een jaar geleden is. En nou heb ik daar een leuk ideetje mee. Ik wil op het moment dat deze video live gaat, zoveel mogelijk reacties verzamelen wat jouw leukste momentje was van de Modded Survival op van Minecraft. Dus dan moet je dus in de reacties eentje graag per persoon, want anders hebben we te veel scènes en hebben we elke video van 3,5 uur. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus gewoon echt jouw favoriete momentje. Mocht je er al bij zijn, kijk even door de comments heen of je er al bij staat. Wat ik wil weten is de aflevering. Heel belangrijk, de aflevering waarin jouw favoriete momentje voorbij komt en het tijdcode waar dat zeg maar jouw funny moment zeg maar begint. Dus stel je voor, je hebt een leukste moment op aflevering 9 op 11 minuten, ik noem dat maar iets. Dan zet je dat in de reactie van dit is mijn leukste moment en dan ga ik al die reacties ga ik langs. Ga ik alle opnames ga ik af om zo een funny moment video ervan te maken die jullie gekozen hebben. En dan krijgen we dus de funny moment Modded Survival, hoe dat de titel ook heette, gemaakt door de kijkers. Dat is een beetje het idee wat ik daarmee wil gaan doen. Dus dat eigenlijk als 8 jaar YouTube special met een beetje vertraging. Verder, iedereen die weet ondertussen, Mario Maker die komt 11 september wordt die uitgebracht. En Mario Maker kan dan gekocht worden in de winkels. Nou heb ik daar ook iets leuks interactiefs met de kijker mee. Op het moment dat het spel gereleased is, dan wil ik de kijkers vragen of ze de leukste, moeilijkste, creatiefste, grappigste, mooiste, misschien klassieke levels kunnen maken. En die mij te sturen zodat ik daar een video over kan maken. Dus misschien kan ik jouw video dan wel let's playen. Dat lijkt me eigenlijk best wel leuk om jullie video gewoon te kunnen let's playen. Nou, ik denk even kijken. Dan heb ik het dan over de dingen gehad. Over de funny moment video heb ik het gehad. Ik heb het over de Mario Maker heb ik het gehad. 8 jaar op YouTube, in het jaar tijd. Ik ben dan partner geworden. Heel veel geweldige mensen ontmoet. Evenementen waren weer hartstikke leuk om naartoe te gaan. En over evenementen gesproken, er komt ergens deze week, misschien volgende week, komt er nog een update videootje over de evenementen van oktober. Er gaan weer effecten komen voor het groene scherm. Ik heb namelijk weer verschillende evenementen waar ik in oktober naartoe ga. En dat komt allemaal in die update video. Dus dat houden we nou gewoon heel eventjes nog aan de kant. En dat zien we van eigenlijk wel verschijnen. Dus, even kijken. Dan heb ik het over evenementen. Ja, ik heb heel veel evenementen. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Ik heb het nou ook wel drukker dan de laatste tijd. Dat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat ik minder ga uploaden of iets. Nog niet misschien. Dus ja, ik denk dat ik het daar een beetje bij wil laten. Dus heel erg bedankt voor jullie support. Voor de mensen die Final Fantasy een niet zo'n leuke let's play vinden of een minder leuke let's play. Bedankt voor jullie geduld. Final Fantasy is bijna klaar. De volgende let's play heb ik al grotendeels in mijn hoofd hoe dat ik die wil gaan doen. En wat de volgende let's play gaat worden. Voor mij weet, hebben jullie nog een vraag? Sorry, ik heb niks over vrijgeven nog. Hardcore serie 2.0. Ik heb al met de crew heb ik al een opnamedatum. Dus ik kan nou met 100% zekerheid zeggen, Hardcore 2.0 wordt een feit. En nou hoop ik niet dat ik het daarmee vervloeken heb, maar er is al een opnamedatum. We zijn met 8 man. Ik ben al bezig met de venstertjes, omdat het is een hardcore serie. Dus we krijgen wel weer een venstertje, maar er komt wel een speciale twist aan. Dus dat gaat ook helemaal goed komen. En voor de rest denk ik jullie daar wel mee voldoende te hebben geüpdate.
Dus mocht je nog vragen hebben, zet dat dan in de reactie als vraag neer. En heb je een leukste momentje van de Minecraft mollet, je funny moment, je eigen persoonlijke funny moment, laat het weten in de reactie, afleveringnummer en de tijdscode waar dat die zeg maar dan op staat. En ik ga kijken wat ik ermee kan doen. Dus ik denk dat ik dan... Ja, ik weet niet wanneer dat de video klaar kan zijn, want er gaat natuurlijk heel veel editwerk in zitten. En ik moet jullie natuurlijk ook een tijd gunnen om daar reacties onder te kunnen plaatsen. Dus ik ga er hard aan werken. Dat beloof ik jullie. Dus met dat gezegd hebben, dank jullie wel voor het kijken naar deze update video. Ik vind het hartstikke leuk dat ik nog steeds op YouTube kan zitten en veel mensen kan blij maken. Dus met dat gezegd hebben, ja, dank jullie wel. En Final Fantasy is nou denk ik wel ondertussen geüpload. Dus ik zie jullie daar wel, of bij een andere video. Of jullie gaan hardcore modden, of modden survival nog een keer kijken. Ik weet het niet. Doe iets leuks. Maak er een leuke dag van. Doei!